Waarde mevrouw de schepen van vermakelijkheden, gelieve naast mijn geëerd schrijven, het officiële document te vinden waarin ik voor FC de kampioenen subsidies wil aanvragen. Ah, shit, 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 shit. Kuisvrouw van mijn voeten. Waar is dat document van die subsidies? Wie heeft er nu in uw gat gebeurd? Ja. Waag uw kans. Blijf niet ter plaatse trappelen. In looppas naar uw dynamische, verticale carrière. Bel 24 27 88. Wiens telefoonnummer is dat? Dat is mijn tweede lijden. Ja, dat weet ik ook. En wat zei jij van plan? Mij buitensmijten? Oh, verticale carrière. Het enige wat u interesseert is een horizontale carrière. Goed, hè? Ik die zo mijn best heb gedaan. Ja, u verzorgd heb gelijk. Een zuigeling. Ik die constant moest verdragen dat je mij in mijn billen kneep. Zat Sophie, hè? Jij bent mijn hygiënisch verantwoordelijke député. Oh. En dat kan iemand gaan placeren. Ja. Dat kilo spelen en brieven klasseren, dat kan de kleinste non, toch? Bon. Voilà. Morgen breng ik onze Nero mee. Oh. Bomen zijn factuur. Ook al onbetaald. Stuur hem een deurwaarder op zijn dak. Ja, maar klanten die moeten op tijd betalen, Doortje. Dat kost mij interest, hè. Dat is diefstal. Dimitri, de hoeveelste zijn we vandaag? De 16e. Waarom? Je bent al 14 dagen over tijd met mijn loon. En dat is niet de eerste keer. Ja, minuutje, Doortje. Ja, dat kost mij ook interest en dat is ook diefstal. Ah, wel vertel het tegen Boma. Als ze mij betaalt, dan zal ik u betalen. Ja, maar ik kan dat geld niet missen, hè. Ik heb ook mijn vaste uitgaven. Of wilt je soms dat mijn billetje verhongert? Zeg, jij zou niet willen zeggen dat ik failliet ga, want dan verhongert uw billetje zeker, hè? Nee, Doortje, je moet wachten tot volgende maand. Zeg, wat zei jij van plan? Ik staak. Staak? Voilà, de gekende vorm van chantage. Zoek een keer een ander patroon die beter voor u is dan ik, hè? Je moet zeggen, dat is mijn telefoon, hè? Ik bel naar mijn nieuwe patroon. Wat is dat vertensen van een stripteasebar? Maar je gaat toch niet in een vleeshandel storten, Doortje? Zeg, Boba, vleesindustrie. Is dat uw nieuwe patroon? Mijn gedacht. Zeg, kun jij op uw kamer niet gaan typen? Heb je er last van? Ja. Ja, want ik probeer te lezen en dan wil ik stilte. Complete stilte. Oscar! Daar heb je stilte. Oh. Oscar! Heb jij mij niet horen roepen? Nee. Gij, Bieke? De wc's zijn weer overgelopen. Ah, ja. Dat is de derde keer in één maand tijd. Ik ben het kotsbeu om hier ganse dagen voor kuisvrouw te moeten spelen. Pascal, je begint niet eens, zeg. Oma, ze heeft gelijk. Zo zou ik mijn leven niet willen sluiten, hè? Amai. Ah. Jij moet zwijgen en typen, jij. Ik wil hier weg uit dat café. Pascal, wij kunnen niks anders. Jij kunt niks anders. Uw handen staan scheef en uw kop trekt meer en meer op een voetbal. Alsjeblieft, zeg. Onze dokter zit erbij, hè. Oma, ik hoor niks. Ik ben aan het typen. Ik wil een ander job. Daar zet ik er veel te oud voor. Wat lief. Wat ga je doen? Ik probeer hier te werken en dan wil ik stilte. Complete stilte. Ja, maar zeg. Ben je? Wat is dat? De werkaanbiedingen van de derde leeftijd. Meneer Boma, hier is iemand voor de verticale carrière. Ja, Doortje, ga zitten. Ja. Oh, sorry voor al die rommelierbare. Tegenmorgen breng ik dat allemaal wel in orde. Ik dacht dat u nieuw secretaresse dat moest doen. Natuurlijk. Maar wat moet jij u? Kan schijnbaar schoon voort. In de hal, Carmen. Poh,
zal toch te weten komen wat hier gebeurt. Allee, Doortje. Jij wilt komen werken bij Balthazar Boba? Ja, proberen werken. En wat zegt de DT daarvan? Dat ik het bij u niet lang zal uithouden. Ah ja, waarom? Omdat jij en de vrouw... Enfin... Pardon. Maar ik ben wel een charmeur, dat geef ik toe, maar... Vraag maar een keer aan Carmen omdat ik ooit alleen een vinger naar haar heb uitgestoken. Moet ik daar eerlijk op antwoorden, meneer Boba? Carmen, alstublieft, hè. Je hebt ervaring, mijn lief kind, en dat interesseert mij. Als jij wilt, dan kun jij morgen met mij beginnen. Merci, meneer Boma. Bon, maar dan moeten we wel akkoord gaan over de voorwaarden, natuurlijk. Hè? Meneer Boma, hier is nog iemand voor de nieuwe betrekking. Ja. Zal ik ze in uw verloskamer binnenlaten? Stuur dat weg, ik heb al iemand. Amai, dat zal vonken geven. Hoeveel verdienen jij bij de DT? Ja, zeg, zo weer niet beginnen. Dat heb je gehoord, zeg. Wat was dat? Dag, Balthazar. Zeg, als dat hier zo doorgaat, hè, dan moeten mijn Xavier nog aannemen als buitenwieper. Hè? Pascalke, ga zitten. Kijk, je mocht op mijn troon zitten. Hè? Merci, Balthazar. Ga mijn koffie. Ja, dat zie je van hier. Koffie met melk en suiker. Nu weet ik waarom dat jij een hond nodig hebt. Allee, Pascalke. Dan wilde jij bij mij komen werken? Ja, Balthazar. Maar je bent eigenlijk te laat, want de job is al weg. Ah ja? Ja, maar Doortje heeft hem nog niet helemaal, hè? En daarjuist heb je toch gezegd dat ik... Op proef, Doortje, op proef. Dat gaat overal zo, hè? En Pascal dan? Ook op proef, hè? Ja, maar je kunt mijn job hier toch niet komen afpakken, hè, Pascal? Maar ik pak niks af. Ik wil alleen maar een eerlijke kans. Meneer Boma, ik ben zoveel jonger. Ja, Balthazar, ik ben zoveel rijk. Ja, maar ik was hier eerst. Ja, jij hebt toch je job bij DDT? Mijn job bij DDT is vrij. Pakt zo over, hè? Nee, ik wil hier werken. Kun jij nog niet genoeg werken in uw café, gij? Koffie! Ja, meneer Boma, met die twee zijn er nog niet aan de nieuwe patatjes, hè? Pascal, dat gaat er mij niet aandoen, hè. Het is toch maar voor een proefperiode. Ja, ik ken dat proeven. Je gaat u geen seconde gerust voelen bij de bal. En ik ook niet. Doe toch niet zo kinderachtig. Doortje is daar toch ook? Ja. Voorlopig. Goedemorgen. Zeg, ik kom niet naar huis vanavond, hè. En waarom niet? Omdat jij altijd zonder kloppen op mijn kamer binnenkomt en dat kan wel eens slecht uitvallen, hè. Maar... Ieke. Zeg, wat is dat allemaal? Iedereen wil het hier opeens aftrappen. Ah, bij wie gaat jij slapen? Pieke, ik ga zelfs werken bij Boma. Oh. Over mij, like. Oh, nee, ze heeft gelijk. Vrouwen, hè, die hebben recht op meer zelfstandigheid. Hm? Ah ja? Oké. Okay. Maar dan doe jij vanaf nu het café. Oh, maar dat heeft daar niks mee te maken. Ben je als uw moeder bij de bal wil gaan werken, oké, maar dan doe jij vanaf nu het café. Ik kan dat niet alleen. Nou, voilà, dat is dan opgelost. Mm. Nee, onze pa heeft gelijk. Vrouwen, hè, die moeten thuis hun verantwoordelijkheid opnemen. Ah. Ik heb een gezin, hè. Wat? Ik heb een job en dat is het allerbelangrijkste. Tot straks. Ja, wat? Pascal. Zeg. Eet u een muesli op? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zie dat je alles al proper geclasseerd hebt. Alle twee proficiat. Ja. Ik beloof dat ik onpartijdig zal evolueren wie er bij mij mag blijven werken. Goedemorgen. Alhoewel. Zeg, er is een kapstok in huis, hè? Je kunt je raden, hè, Carmen. Ja, de tijd van slavernij is voorbij, hè. Balthazar, ik zal ze wel aan de kapstok. Nee, Pascalke, jij blijft rustig zitten. Ja, ligt er nog wat meer eieren onder. Dan begint jij maar op mijn slaapkamer. Waarom? Is het weer fiesta geweest vannacht? Hé, Boma. Je bent vannacht weer dronken geweest. Je ging met haar te keer als een beest. Wat ben jij toch een Krijg jij daar nu nooit commentaar op? Oh, we kunnen daar altijd overdrijven. Die kledij en dan al die show. Ja, het is nogal uitdagend, hè? Aan de gemene kant zelfs. Ja, het zal in ieder geval niet voor u bommen rocken.
Jokske zijn dat hem u gekozen heeft. Als ik uw werkgever zou zijn, dan zou ik toch willen dat je iets anders aantrok. Jij zei mijn werkgever niet en het ziet er niet naar uit dat je dat ooit zult worden. Carmen, koest. Carmen, Doortje wil alleen maar zeggen dat uw kleren haar stijl niet zijn. Ik heb heel goed begrepen wat Doortje wilde zeggen en ook wat jij gezegd hebt. Dames. En als je denkt van mij hier de les te komen spellen, dan zijn de mis secretaresjes van mijn voeltuig. Jij bent gewoon jaloers, gij, omdat Boma u niet gepakt heeft. Ja, dat kunnen we van u niet zeggen, hè. Carmen. Ik ben hier weg. Pascal, jij blijft hier. Ik heb je nog maar één dag kunnen proberen. Oh. Ik laat mij door niemand affronteren en zeker niet door de kuisvrouw. Pascal, ik eis dat je blijft. Als er iemand doet weggaan, hè, dan is het... Ja? Wie? Carmen, je bent te ver gegaan. Hè. I'm very sorry. Ja, en ik zal nog verder gaan. Vecht onder elkaar maar uit wie er hygiënisch verantwoordelijke wordt in mijn plaats. Alsjeblieft. Oeps! Allee, je kunt al beginnen, hè? Pascalke, je laat alles liggen. Doortje, raap jij alles een keer op als je wilt, hè? Je bent zoveel jonger. Die motorkap is open. Zullen we een keer aankijken, hè? Dimitri! Dimitri, u moet een kippen. Carmen, ik heb nu geen tijd. En ik moet toch ook heel mijn inventaris doen? Ah wel, daarom ben ik hier. Aangezien u stom Trutken u heeft laten zitten en mijn naap van een baas mij heeft buitengesmeten door de schuld van die oude doos van het café, kom ik bij u werken. Hè? Dan, hè? En de vleesboerkens is het laten zien. Kom maar. Hey, jammer, hey, zeg Carmen. Jammer, ik moet geen kaasvrouw hebben, ik moet secretaresse hebben. Ja, en denkt jij dat ik dat niet kan? Ja, maar moet jij daar een opleiding voor hebben, hè? Allee, wat doet u treze beest? Typen, rekenen en schrijven. En dat kan ik allemaal. En wat wil je nog, hè? Doe dat vakje maar toe. Ik krijg een valling als ik naar u zie. Je gaat heel content zijn met mij, Dimitrieke. Ja, maar zeg, Carmen. Zeg, hé, en mijn auto? Ja, ja. Zeg, kun jij die motorkap niet zelf dicht doen? Lopzak? Ah, nu ziet je eens hoe dat Balthazar Boma zijn personeel behandelt, hè? Ah, maar pas op, hè. Dat is exclusief voor jullie twee, hè. Voilà. Balthazar, ik heb de brief voor de schepen van vermakelijkheden geschreven en zelf weggebracht. Ah. En ik heb het adressenbestand al gesorteerd, hè. Oh, ja. Dat was nogal een warboel. Nee, hè. Hallo, Krukje. Hallo, Boma Vleesindustrie. Ik was eerst aan het klappen. Oh ja, en... Ja, met wie spreek ik? Ah, firma Verreken, ja? Dat is voor een grote bestelling. Kom, geef maar hier. Maar... Hallo, u spreekt hier met de echte secretaresse van Boma Vleesindustrie. Is het voor worsten? Nee, het is voor een kilo spruiten. Kom, geef maar. Hallo, hallo. Hallo. Ik ben aan bedankt. Meneer Verreken. Hallo, meneer Verreken? Sorry, Balthazar. Bij gedacht. Glazenke champagne. Dimitri? Ja? Ah. Zeg, GDT, heb jij tijd voor mijn klein onderhoud? Ik hoop dat je het klein onderhoud van uw auto bedoelt, Xavier. Voor de rest maak ik wel een café, hier. Geef de sleutels maar aan de secretaresse. Ah. Hier, Doortje, mijn autosleutels. DDT moet alleen maar olie verversen. Intussen ga ik bij Oscar een dagschotel drinken. Zeg, een mondje toe tegen Carmen, hè. Ja, maar. Die kan niet verdragen dat ik tijdens de diensturen een puurje... Zit je graag in die kast? Vanaf nu werk ik hier. En vanaf hier heb ik een fantastisch uitzicht op het café. Geniepegaard! Ja, maar een boom aan. En je kunt maken dat je direct thuis bent. Of zal u een beste dag niet zijn? Ja, maar... Allee, tot ziens, Xavierke. Oh,
Carmen, je moet dat klasseren volgens de ABC? Ja, ieder heeft zijn eigen systeem, hè, zeg. Ik klasseer volgens mijn gevoel. Ja, zeg, en heb jij niks anders te doen dan op mijn vingers staan te zien? Curieuze neus. Hallo, bel straks eens terug, ik heb het nu te druk. Was die telefoon niet van mij? Ja, verkeerd nummer. Maar dat kan toch niet, Carmen, je moet toch al... Zeg, sta mij toch zo eens niet aan te gapen? Je bent nog erger dan Boma. Dat mag je wel, Tazar. Good night, ladies. Boma Vleesindustrie. Ah, mevrouw de Schepen. Ja, jij hebt met een brief voor die subsidies al gekregen, heb ik gehoord. Ja. Hoe het zal die gaan? Waarom die? Ikke? Maar ik heb een kukunie uitgemaakt voor kaarschouw aan mijn voeten. In die brief? Godver... Jammer. Maar mevrouw de Schepen, luister, excuseer. Het is zo, ik heb een nieuwe secretaresse. En... Hallo. Hallo, mevrouw de Schepen. Stal. Dom geval. Jacqueline. Jacqueline. Het is die ware, zeg. Wat dood je toch. Die kwezel. Die heeft al mijn adres de maîtresse eruit gebonzoerd. Wat heb ik die vrouwen toch misdaan, zeg. En de klappen in de handjes, blij, blij, blij. Het doet de met de pollekes, ei, ei, ei. Hé, Bilieke, daar is Moekese. Bonjour. Maar jij hebt gedronken? Mij gedacht. Boma, maar dat is een patroon die zijn wereld kent, hè. Champagne à volonté. Oeps! Enfin, Doortje, dit kan toch niet? Ach nee, waarom niet? Allee, waarom niet? Wat moet ons Billieke ervan denken? Och, ons Billieke heeft zijn eten nog niet gehad. Ik heb ons Billieke al lang eten gegeven. Pak jij eens maar een fris douche. Och, je bent zo'n lief. Ja, het is goed. Allee, ga nu maar, hè. Ja. Dat gaat te ver. Sorry, hè. Oscar, Oscar, kampioen. Ja. Zeg, jij moet mij helpen, hè. Sinds Carmen bij DDT is... Psst, momentje. Hallo, Kukke. Oscar, dat kan zo niet verder, hè. We moeten daar iets aan doen. Allee, Doortje is hier stomdronken binnengekomen van bij Boma. Pico, ik weet er alles van. Zeg, zeg. Wat, hè? Oh. Dat moet gedaan zijn. Ja, man, ons Pascal, haar gezondheid gaat eraan, hè. Ik raak dat café niet meer uit. En ik raak er niet meer in. Alles rustig, alstublieft. Ik heb de kop gelijk een klapdeur. Voorzitter, ik eis dat ons Doortje ontslaat. Ja, ja, en ons Pascal ook, hè. Ik heb het geprobeerd met alle twee. Maar niet... Om ze te ontslaan, hè, zeg. Ah. Maar jullie vrouwen zijn niet te dood. Hey. Deugt ons Doortje nu misschien? Oh, dat is kwebbelen en ruzie maken een hele dag en dan vechten voor de telefoon. Ja. Ik ben gegarandeerd een van mijn beste klanten kwijt, hè. En ons subsidies aan Oscar, daar kunnen we dus ook achter fluiten, hè. Oh, wil ik... Hey, nee, ik zal wel even gaan. En ik dacht, gaat het oplossen met een glas champagne? Ja. Kom maar. Voorzitter, je moet Carmen terugpakken. Die maakt helemaal zaak kapot. Laat nog één. Nou, we... Zweert ze dan buiten, hè, DDT? Ja, maar die wil naar mij niet luisteren. Maar mij nog veel minder. Ik heb het gezegd, hè. Mannen, we moeten daar direct iets aan doen, want ja, anders... Ja, ja, maar de vraag is... Wat? Ja. Meneer Boma, misschien... Misschien als jij even terug met Pascal... Ah, nee, vergeet het. Zeg, ik heb een idee. Als je doet wat ik zeg, hè, zijn ons ma en Doortje hier morgenmiddag buiten. Ah, ja? Hm? Maar daarmee ben ik van Carmen nog niet vanaf, hè? Oh, kom, laat dat maar aan mij over. Ah. Als het voor mijn dagschotels is, dan ga ik overlijken. Ah, bon. Ja, zeg het. Ah, ja. Wat moet ik doen? Goedemorgen, Dimitri. En,
Wat doen we eerst? De garage die moet gedweild worden. Dat is goed. Begin er dan maar aan. Ondertussen zet ik je koffie. En als jij goed gedweild hebt, dan krijg jij ook een tasje. Jij moet kaarsen, hè? Ja, ik ben een keer aangenomen voor administratief werk, hè. Doortje, hè, die deed tenminste wat ik haar vroeg. Doortje is een trutje zonder karakter. Pardon. Wacht. Hallo, met de privésecretaris van DDT OK Cars? Nee, de boekhouding is nog niet af, nee. Ja, zeg, kan mij niet in vijf delen, hè. Belt binnen een maand of twee nog maar eens terug, hè. Wat? Zeg, maar jij bent zot zeker? Wat moet die mens nu van mij denken? Ja, die mens moet mij niet lastigvallen als ik werk. Doortje, die was tenminste vriendelijk tegen de klanten. DDT? Ja? Volk? Ja. Hier, Xavier. Dimitri? Ja. Zeg, hey. Ja? Wat is dat voor een rekening? 10.000 frank om olie te verversen en vier banden op te pompen. Welke onnozelaar heeft dat opgesteld? Zeg, kijk eens naar uw eigen nu. Doortje maakte toch nooit zo'n fouten, hè? Ik weet het, Xavier, maar ja, uw vrouw die moet nog veel leren, hè? Ja, maar het is niet meer hetzelfde zonder Doortje, hè? Iedereen in het dorp zegt het. Ik weet het, ja, maar ja, Doortje dat was ook een zonneken, hè? Ja. Beleefd, ja. Verstandig, ja. Vriendelijk ook. Ja, ja, op zo'n secretaresse, dat vind je niet veel meer, hè? Nee, en ze zag er ook uit als een secretaresse. Ja, en ja. Hoe zie ik er dan uit? Als de zak patatten? Zulke woorden, je nu zo kwaad, Carmen? Ja. Ik zei alleen maar dat Doortje zo van... Meer stijl had, ja. Als secretaresse, ja, hè? Secretaris. Als je dan toch zo zot bent van dat mislukt tante Nonneken, hè? Haal daar dan terug! Ik blijf hier geen seconde langer. De tremmerie? En jij, boeferke, wacht tot dat je thuis bent. Apropos, die wortel die je juist belde, hè? Dat was een van de belastingen. Dat was een van de belastingen. Oh, nee. Xavier heeft gezocht voor Schootbach Sadies, hè, Pico? Jij bent een maniak, voorzitter. Ik bedoel de stof, hè? Ja, kom. Kom maar, kom. Ja. Pas op, Pieke, geen vlekken bakken. Ja, maar wilt je dat er recht uitziet als een orgie of niet? Sinds wanneer weet jij dat er recht uitziet? Ah. Wat? Verstek je, mama. Ze zijn te vroeg. Ah, dus stop je. Ah, maar we kunnen toch... Ja, ik heb Pascal de sleutel gegeven. Naar boven, naar boven. Naar boven. Naar boven. Ik ben blij dat ik de sleutel ben. Veel recht op die job. Goedemorgen, Walter. Goedemorgen. Wacht, wat is hier gebeurd? Een beetje wild geweest vannacht. Wives en champagne go-go. Ja, zeg maar, in zo'n rommel kan ik niet werken. Ik ook niet. Mijn gedacht begint een boel al maar op te ruimen. Ik zal ik ondertussen mijn broemelbadje laten lopen. Apropos. De vaatwas is kapot, je zult het allemaal met uw handen moeten doen. Wie denkt jij wel dat wij zijn? Ja. Pardon? Ik ben een gediplomeerde secretaresse en geen kuisvrouw, hè? Ja. Doortje heeft gelijk. Trouwens, jij hebt ons niks verteld over dat soort activiteiten. Dames, ik ben mijn kuisvrouw kwijt. En iemand moet dat hier proper houden, hè? Allee, kom. Dat is toch een wegje van niks? Dat hier kan nog dan stellen. Ah, kom, geef het maar, ik zal het boven leggen bij de rest. Ik weiger in een bordeel te werken. Oh, ik dacht dat jij respect voor mij had. En ik betaal jullie niet om hier te staan zagen. Dan gaat je nog beginnen kuisen, of hoe zit dat? Oh, we zullen ons haasten. Viezerik. Ja. Voilà. Kom, Doortje. Ja, waar gaat je nu naartoe? Ik ga terug naar DDT. Dat is tenminste een patroon. Pascal, jij gaat mij toch niet in de steek laten? Ik werk nog liever in een café dan in een seksclub. Ja. Dit is in de sarcas. Volta heeft het hier weer geen aanzicht bij gedacht. Ja, dat zal wel. Bieke, een schitterend plan van u. Ja, dat heeft ze van haar vader, hè. Wow. Ja. We zijn daar terug. Oh. Weg nu. Harry, kom. Amai. Lekker werk. Het is precies kalm geweest vannacht, hè. Wat komt jij, bro? Oh, ik maakte mij een beetje ongerust over u. Ah ja, waarom? Ja, ik dacht zo, die twee secretaressen, die verstaan u toch niet zo gelijk ik, hè?
Dat is heel vriendelijk, Carmenneke, maar bij mij is alles picobello in orde. Moet er dan niet zo wat gekuist worden? Ja, maar dat zullen mijn secretaresses wel doen. Oh ja, dan ben ik terug weg, hè. Ja. Hoe is het met de DT? Oh, zwijgt mij van dat soepkieken. Hoe dat deze personeel behandelt. En hun een hele dag staan aangapen en zagen over die trut van een doortje. Leuk, is dat niet oké bij de DT? Oh, mag ik eerlijk mijn gedacht zeggen, meneer Boma? Ik heb nog liever dat je elke dag in mijn billen knijpt dan dat ik nog een seconde langer bij de DT moet werken. En wel, Carmen, als het zo zit, dan krijg je van mij je job terug. Oh, merci, meneer Boma. Kom hier. En hier geen secretaresses meer over bij de vloer, hè? Ja, zeg! Zo rap moet er nu ook weer niet aan beginnen, hè? Ik kan ze cognacs geschenken op de goede afloop. Ja. Begin ondertussen al maar op te rijden. Ja. Oh. Zeg, wat doet mijn beste BH hier? Oh, gijse seksmanjak! Ja, voorzitter, die noetjes staan u goed.